Evo maakt al jaren en dag fietstassen, fietskoffers. En ze hebben nu ook een hele lijn uitgebracht voor fietsvakanties. Of terwijl je heel veel ziet met de mannen op de gravelbike en de vrouwen die lange routes gaan doen, ergens overnachten en de dag later weer verder gaan rijden. Ja, je hebt ze hebben drie compartimenten gemaakt. Echt een mooie stuurtas. Waar je enorm veel in kan stoppen. Dus even zoeken met monteren altijd. Dat zie je ook wel met de Garmin mount. Dat die wel eens in de weg kan zitten. Moet je eventjes losdraaien en dan kun je hem prima op de plek doen waar die zit. Zijn heel met de mooie constructie met de echte boa-sluiting. Hè, zoals je ook op de fietsschoenen ziet zitten. Dus het is heel prettig en fijn en af te stellen dat die altijd goed en stevig op je stuur zit. Datzelfde verhaal hebben ze eigenlijk gemonteerd op de zadeltas. Ja, de zadeltas die is gewoon enorm groot, met een groot bereik te krijgen. Dat je gewoon een paar schoenen of slippers, schone kleren mee kan nemen voor je fietsavontuur. Die je makkelijk ook kan oprollen mocht je niet meer nodig hebben dan dit. En natuurlijk het frametas waar je enorm veel spullen mee kan nemen met extra voeding, reservemateriaal als je een hele lange rit gaat maken. Het enige nadeel soms kan zijn, zie je dan wel hier, dat je of een kleine bidon mee moet nemen of een bidonhouder moet monteren waar je het bidon aan de zijkant uit kan doen. Zoals je kan zien heb je echt wel een fikse laadruimte, om het zo maar even te zeggen. Een bergruimte waar je enorm veel spullen mee kan nemen. Dus je kan zonder zorgen, zonder al te veel extra bagage of een rugzak, hè, wat natuurlijk niet lekker fietst, een mooie fietstocht gaan maken met drie verschillende tassen. Natuurlijk niet alles is nodig als je een korte rit gaat maken. Maar alle drie de tassen kun je enorm veel spulletjes in kwijt. Dat je zonder problemen je fietstocht of fietsvakantie kan gaan maken. Dus ben je op zoek naar een mooie tas voor een leuk fietsavontuur? Kijk eens naar de Evoque tassen. Mocht je deze video leuk vinden, duimpje omhoog en tot de volgende.